het ligt tussen Groningen en... En Drenthe. En Drenthe, ja. Ja, goed. Maar ik bedoel, welke stad, welke plaats? We wonen in Anlo. Anlo. Ja, tussen, nou zou ik zeggen, tussen Groningen en Zuid-Laren. Gieten. Nee, het is nog droog buiten. Nee, het regent. Het regent? Ja. Echt? Ja. Ja, we zijn helder vandaag. Maar goed, Rika, hou je mond. Maar hoe kom je in het zangvak terecht, Rika? Ik ben begonnen als een geintje. Want ik zat vroeger bij de Country Line Club. Ja, je zat niet te lachen. Nee, maar er is zo. En toen hadden we onder elkaar een feestje. En toen ben ik eigenlijk begonnen. Ben je nou aan het opnemen? Ja, hij neemt alles op. Oh, is dat zo? Dat is nieuw. Komt allemaal op onze pagina staan bij de Facebookpagina van Zaligmaking. Oh, oké. Zou ik maar niet doen. Nee, wat grapje. Toen hadden we een feestje en toen ben ik eigenlijk begonnen met een bandje te zingen. En ik vond Lucille Starr, de French Song, vond ik een geweldige nummer. Daar ben ik ook mee begonnen. Maar de country lag me eigenlijk niet zo. Maar toen ben ik eigenlijk een beetje verder gegaan en verder gegaan. Ja, van het een kwam het ander. En toen ben je Nederlands gezongen? Ja. Of altijd al Nederlands gezongen? Altijd al. Ook wel wat Duits. Maar ben eigenlijk wel overgestapt op Nederlands. En spreken ze zeer goed Duits? Ik spreek zeer goed Duits. Zeer goed? Ja. Hebben ze ook Duits afnamen gemaakt? Nein. Nein? Nein. Waarom niet? Keine Lust dazu. Keine Lust? Nein. Mochten ze Lust maken? Ja. Ja. Waarom moest ik Duits? Waarom? Ja. Deutsch ist lustige Musik. Weiß ich ja, daar kommen meine Nummer so von her. Ja. Von Deutsch. Sie hatten von Deutschland? Nein. Nein. Ich habe eine Produktion. Eine Produktion. Gaan wir in Nederlands verder? Ja. Ja. Het is Nederlandstaliger. Ja, ja. We hebben ook een Duitsstalig programma hier hoor. Ja, nee, ja. Ik weet het. Nee, ik vind Duitsstalige muziek geweldig. Ja. Echt waar. En daar haal ik ook wel de inspiratie weg. Maar momenteel, dan wordt alles geschreven en gemaakt voor mij. Door? Gerto Hupping. Die uit Enschede. Mijn producer. En hoe lang heb je daar al contact mee? Iets van 3 jaar of zo. Maar weet je dat Nederlandse artiesten in Duitsland heel erg succesvol kunnen zijn? Weet ik. Maar, waarom neem je dan die stap niet? En doe je tweetalig? Ja, voor een optreden is wel leuk, maar het wordt toch meestal Nederlandstalig feestmuziek en ja. Je bent een feestneus? Ik ben een feestneus. Zijn ze het Noorden feestneuzen? Ja? Ja. Toch wel. Ja. Mogen niet klagen. Mogen niet klagen. Nee. Goed, laten we eens wat beluisteren van Rika, wat je hebt meegebracht of wat we al eerder hadden. Ja, wat heb je uitgezocht? Wat heb ik uitgezocht? Wat heeft onze techneut uitgezocht? Weet niet, ik heb er inmiddels 11 uitgebracht. 11? Ja. Nou, daar is best wel iets bij. Of vast wel. Ja. Nou, laten we eens kijken wat onze techneut kiest. Iets leuks. Iets leuks. Rika. Ze zijn allemaal leuk. Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek. Ja, dank je wel. Misschien niet zo te praten, hè? Nee, vind ik ook. Hallo, dit is Jackie.